Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. We gaan weer op pad, hè? Poging 2, dag 2, Lissabon. Helaas, gisteren niks gelukt, alle filmpjes weg. Dus we gaan wederom met de fiets naar beneden. En daar hebben we zin in, yes! Maar we gaan wel kijken wat het wordt. En dan gaan we een aantal dingen van gisteren overnieuw eventjes bekijken. Maar we gaan ook een paar nieuwe dingen doen. En laten we wel zien, hè, verder. We zijn hier bij een oorlogsmonument. Waar de wacht gehouden wordt. Ik loop even naar een muur. Ergens gelezen dat dat voor mensen die niet in Portugal zelf, maar in andere landen zijn omgekomen. Eens even kijken. Daarbovenop wat materieel. Er zit ook een museum bij. En zo gaat de hele muur door. Met name helemaal die kant op en daar stopt het. De toren van Belém. Het is app, dus mensen kunnen er bijna tegenaan klimmen. We staan hier bij het monument ter ere van de Portugese ontdekkingsreizigers. Ik zal er even naar de voorkant of de ingang lopen. Want je kunt er ook in. En dan kun je helemaal naar boven. Kijken of ik dat ook een beetje in beeld kan krijgen. Of dat ik echt op afstand moet gaan staan. Ik ga even naar boven. En heel naar boven, dan zie je soms mensen hun arm uitsteken. Dus je kunt echt helemaal naar de top. Hier is de ingang. En zo te zien zit er gelukkig een lift in, dus dat maakt het een stuk eenvoudiger. Nog even naar de andere kant. En in het midden hier, waar al die mensen staan, daar is platte wereldbol, hè? Daar is plat, zegt men. Het is ook net waar je in gelooft. En daar zie je dan ook de werelddelen op de grond. En mensen richten op een plekje. Dus het is een hele groep, want ze hebben allemaal van die ontvangertjes om. Dus. Nou, we gaan weer terug.
Even kijken. Prachtig parkje hier ook. Even kijken of ik kan ontdekken wie er bovenop die toren staat. De toren, wat is het? Kijken of er ergens een bordje staat. Ik moet het wel netjes onderhouden. Nou, er staat niet echt een bord bij. Nee, ik moet het antwoord schuldig blijven. Prachtig gebouw. Er zit nu een museum van de marine in. Het is een werelderfgoed. Het is een gotisch gebouw. Althans, dat achterste stuk. Dat is vroeger een klooster geweest. En dan loop ik even naartoe. Dit ziet er niet al te best uit hier beneden, dat is wel jammer. Het gebouw daar, dat ziet er een stuk verzorgder uit. Dit is allemaal vervallen. Even de camera stil en dan zet ik hem zo bij het klooster weer aan. Ja, daar staat op het bord hoe het klooster heet, of heeft geheten. Kijk, want dit ziet er wel mooi onderhouden uit. Daar is de ingang, maar ook die is afgesloten. Ja.
Maar dit stukje is wel mooi. Nou, we staan nu vlak bij de brug. En ik weet niet of het te zien is, maar je ziet aan de onderkant. Daar kan de trein rijden en daarboven rijden de auto's. En ja, wij zien het hier vandaan wel. Je ziet gewoon eigenlijk door de onderkant van de brug de auto's rijden. We eten in het restaurant. En wat eet jij? Ik heb steek. Steek, hè? Ziet er lekker uit. Beter met? Dan de vorige. Met frietjes en een paar champignons. En wat rauwkost. Ja. En ik heb kip. Met champignons. Met champignons, denk ik. En frietjes. Nou, het ziet er lekker uit. Ziet er lekker uit. We gaan eten. Ja. Het zit erop, Lissabon. We hebben het wel een beetje bekeken. En fietsen, daar ben ik wel even klaar mee. Tenminste, bergen op. Dat viel tegen. Ik vond het meevallen. Ja, en gisteren was het andersom. Ja. Vanmorgen naar beneden gereden. Een heel stuk omgereden. Verkeerde afslag gehad. En, waarschijnlijk wel. Maar gisteren echt. Ja, goed, maakt niet uit. We zijn beneden gekomen. We zijn beneden gekomen. En we hebben de dingen opnieuw gefilmd die we gisteren kwijt zijn geraakt op de film en we hebben ook een paar nieuwe dingen gezien. Het was niet zo heel heet vandaag. Het was iets minder heet, hè? Het waaide een beetje. Het waaide een beetje. Het was op zich wel, wel lekker weer. Vanavond gegeten in het restaurant hier op de camping. En morgenochtend gaan we rijden. En dan gaan we naar de volgende plek. Lissabon. Ja? Vink. Vink, check. Die hebben we gehad. En we gaan naar? Albufeira van ons. Albufeira. Ja, ja. Een stukje van 270 kilometer. Zoiets. Dus we zijn wel een dagje. We zijn wel een dagje zit morgen. Dagje lekker rijden. Geen probleem. Blijven we twee nachten. Gaan we daar een beetje kijken. Ja. En dan gaan we weer verder. Hè. Schijnt iets vlakker te zijn dan hier. Ja. Nou, we gaan het morgen wel zien. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende. Doei doei. Doei doei.